ik ben Jan Dippes, beeldend kunstenaar. Mijn relatie met Sol is dat wij vanaf 1968 ons hele leven hele goede vrienden zijn gebleven. In 1968 had hij een tentoonstelling in Düsseldorf in de galerie Conrad Fischer. Die introduceerde Amerikaanse kunstenaars en een paar Europeanen die bij elkaar hoorden. En Sol was er daar een van en een van de eerste tentoonstellingen die hij maakte. Maar Sol verveelde zich omdat al die mensen in het café zaten s'avonds bij ome Joep in Düsseldorf en daar had hij spuug genoeg van. En hij had tegen Conrad Fischer gezegd of er niet iets anders te doen was in Düsseldorf dan alsmaar s'avonds in dat café te zitten. En toen had Conrad Fischer gezegd, waarom ga je niet naar Amsterdam, naar Jan Dibbets? En Sol kwam en wij hadden meteen een perfecte klik. Wij hadden allemaal één idee. De kunst opnieuw uitvinden. Iedereen was op zoek naar de heilige graal. En de boel ondersteboven gooien. Omspitten en kijken wat er daaronder nog te vinden was. Dus weg met het olieverfschilderij, weg met schilderen. Weg met tekenen, weg met etsen, weg met prenten maken, weg met dit, weg met dat. Alles weg. En dan kijken wat er overviel, wat er overbleef. Iedereen probeerde zijn eigen uitvinding te ontwikkelen. In 1968 kwam Sol dus in Amsterdam. Hij bleef 3 dagen of 4 dagen. En de laatste dag moest ik 's morgens naar Haarlem om les te geven. Toen ik thuis kwam, toen zag ik dus niks bijzonders. En het duurde 3 dagen dat ik ineens ontdekte dat ik dus dit ding op de muur zag staan. En ik had dat gewoon als een schaduw gezien. En ik dacht, blijf maar zitten, wat is er toch aan de hand? Dus ik moest 3 keer kijken en ik zag ineens dat het een, wat ik toen helemaal niet wist, een woldering was. Het duurde nog zelfs even voor ik me realiseerde dat dat Sol gedaan moest hebben. En toen zag ik daaronder dat dambord liggen wat erbij lag. En dat was precies dezelfde maat. Dus ik denk, oh, hij heeft iets op de muur getekend. Dus ik belde naar New York en inderdaad, hij had een cadeautje gemaakt. En naar mijn idee is dit de eerste wall drawing. Zo niet, dan is het de tweede of de derde, maar meer kunnen er niet gemaakt zijn. Het is natuurlijk niet het juiste woord voor een Joodse kunstenaar, maar het was een soort monnik. Een eenpersoonsklooster had hij. Introverte, rustige, lieve, vriendelijke reus. Dat was het, ja.